bruisend. Dit was het eerste waaraan we dachten toen we hier aankwamen in Berlijn voor onze inspiratietour. Ongelooflijk hoe Berlijn na de val van de muur in 1989 een nieuwe lente beleeft. Groener, creatiever en ondernemender dan ooit tevoren. Het was al een vooruitstrevende stad. Nu groeien hier allerlei duurzame initiatieven die andere grootsteden het nakijken geven. Denk maar aan Markthalle 9, een tuin van Ede met verse lokale specialiteiten. Aan stadsmoestuinen, alternatieve afvalverwerking en recycling. De duurzaamste stad van Europa? Berlijn is hard op weg. Ook het horecalandschap groeit en bloeit. De succesvolle, hippe zaken hebben bijna allemaal een duurzame touch. Met veel lokale producten en democratische prijzen. Duurzaamheid, wat houdt dat eigenlijk in? Het gaat om het inspelen op de behoeften van vandaag zonder de generaties van morgen in gevaar te brengen. Daarom moeten we verantwoord omgaan met grondstoffen en energie. Streven naar schonere lucht en minder afval. Zero Food Waste is een boost voor onze creativiteit, meent chef Olly Keulenaren. Na het avondservies moet de koelkast leeg zijn. Restjes die vroeger bij het afval zouden zijn beland, blijken nu echte smaakbommen. Dat hebben we zelf vastgesteld bij onze experimenten met mousses. En verstandig omspringen met energie? Dat neemt chef Jacob-Jan Boerma heel persoonlijk. Aanvallen tot het einde, maar op het juiste moment ontspannen. Ontdek het allemaal zelf in de Big E-zine. U haalt er gegarandeerd uw voordeel uit.